Aan boord van een waterbus op de Nieuwe Maas heeft vanmiddag brand gewoed in de machinekamer. Daardoor viel de motor uit en bleef het passagiersschip ter hoogte van de Speedo stil liggen. Boten van de havendienst hebben de 11 passagiers en 2 bemanningsleden van boord gehaald. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Rotterdam wil na de zomervakantie starten met een begintoets voor leerlingen van groep 3 van de basisschool. In combinatie met de verplichte eindtoets in groep 8 kan dan gezien worden hoeveel de leerling heeft bijgeleerd op school. De gemeente heeft onderwijsminister Van Bijsterveld gevraagd na de zomer een pilot te mogen starten. Onderwijswethouder De Jonge wil ouders zo inzicht verschaffen in welke school het meest toevoegt aan leerlingen. Iets wat met alleen hoge CITO-scores in groep 8 niet duidelijk wordt. Acteur Jack Woutersen wil graag een dag lang meelopen met stadswachten om in een filmpje te kunnen laten zien dat ze goed werk doen. Woutersen wil zo spijt betuigen over de manier waarop hij vorige week stadswachten heeft uitgescholden toen die hem in het Vroezenpark aanspraken op het loslopen en poepen van zijn hond. De zaak deed veel stof opwaaien. Woutersen zelf zegt nu dat hij kinderachtig heeft gereageerd. Dinsdag begint de dag met bewolking, maar in de loop van de dag zijn er ook zonnige perioden. Het blijft overal droog en het is aangenaam met temperaturen van ongeveer 14 graden.